Martin Koolhoven is terug met een nieuwe serie over zijn filmklassiekers. Je hebt de waanzin van het individu, maar je hebt ook de waanzin van oorlog, hè, van het geheel. I love the smell of napalm in the morning. De dystopische film is tegengesteld aan de utopische film. Dus wat is een utopie? Dat is een ideale wereld. En dystopie is dat dan dus niet. Er is geen film waarin ooit iemand zegt van, hey, doe mij lekker die blauwe pil. Vampieren of vampiers? I am Dracula. Vampiers en erotiek. Nou, een gouden combinatie. Spoken. Hij reïncarneert als een vlieg. Wat misschien ook interessant is om te weten, is dat ze zwanger is van een auto. Zij is ook goed. There's no crying in baseball! Sport is voor filmmakers natuurlijk ideaal. Het is heel goed te gebruiken als metafoor voor het leven. Coming-of-age films scheren. De zomer dat je voor het eerst meisje zoende. Ruzie met je ouders. Al die dingen waarvan je terugdenkt en denkt, dat is het moment, daar ben ik volwassen geworden.